De motorfietser die gisteravond overleed na een aanrijding is de 32-jarige Serginio Dongo. De autobestuurder, de 50-jarige Rashid S., verklaarde tegenover de politie dat hij reed over de Letitia Friesdelaan en ging naar de Henk Aronstraat. De motorrijder reed over de Henk Aronstraat. Op de kruising Letitia Friesdelaan, de Henk Aron en de Zwalmbergstraat heeft Rashid S. volgens zijn verklaring afgeremd om uit te kijken of het verkeer het toelaat om verder te kunnen rijden. Nadat een aantal motorrijders was gepasseerd en de weg vrij was, trok hij op toen hij plotseling een motorrijder in volle vaart op hem zag afkomen. Serginio Dongo kwam met zijn motorfiets tegen de rechterzijde van het voertuig aan en overleefde de opgelopen verwondingen niet. Aangezien de bestuurder tekenen van dronkenschap vertoonde, werd hij onderworpen aan een ademanalyse-test. Hij blies 560 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht. De toegestane promillage is 220 microgram. Rashid zijn rijbewijs is ingevorderd en hij werd in verzekering gesteld. Serginio Dongo is de 33ste verkeersdode voor dit jaar.